boys, welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag zijn we weer terug op het Hot Wheels eiland. En dit is inmiddels zo'n 9 maanden geleden dat dit uitkwam, volgens mij. It's crazy, het voelt helemaal niet zo lang geleden. Maar volgens mij klopt dat wel. En we hebben dit nooit afgemaakt. Ik moet ook eerlijk bekennen, ik weet niet meer precies wat hier de bedoeling was. Ik zie links onder een challenge staan, wat is Complete the Expert Qualifier. En ik denk dat we daar gewoon mee aan de slag gaan. Ik weet alleen niet welke auto's we precies kunnen gebruiken. Want op dit eiland mag je niet alles zomaar gebruiken. Je moet als het ware bepaalde niveaus vrijspelen om dan met die auto's te kunnen rijden. En dat zal waarschijnlijk hier nu ook gebeuren. Het staat letterlijk rechtsboven. Het staat er letterlijk. Complete the qualifier to unlock expert rank in S1. Dat is precies waar we geëindigd waren. Best wel raar trouwens, want dat is juist een van de meer interessante klasses. En die heb ik dus nooit gedaan. Dus wat gaan we nu doen? Ik weet niet welke auto we daarvoor kunnen gebruiken. We rijden er gewoon even heen. Een van de dingen die je ook moet doen op deze map is sowieso deze banden gebruiken. Dit zijn die Hot Wheels banden. En dat scheelt dag en nacht. Zonder dat heb je eigenlijk niet echt heel veel wat je hier kan doen. En ik zet ook zo meteen even dat ding midden in mijn map uit. Volgens mij kan het uit. Dat ziet er gigantisch irritant uit. Het geluid. Klinkt als een grasmaaier. Moeten wij hier dan een S1 auto voor hebben? Waarschijnlijk niet. Denk ik. Ik denk dat we eerst gewoon dit moeten doen met een... is dat A? A-klasse auto? En dan een Lockway S1. Vermoed ik. Maar eerst ga ik even kijken bij die settings. Waar in hemelsnaam zet ik dat uit? Want dat is verschrikkelijk. Weg met die onzin. Baba. We gaan hiermee aan de slag. Solo en... geen idee wat het is. Oké. Okay. Oeh, wat is dat ding? Dit is er mad uit. Holy fuck. Oh, dat is een oude racecar. Dat zal het ook wel zijn. Oh. Nou, daar heb je het al. Ze geeft gelijk een PowerPoint-presentatie. Ik heb het idee dat deze auto heel fijn stuurt. Eerste indruk. Ik wilde afremmen. Volgens mij hoef ik er helemaal niet zoveel mee af te remmen. Deze neemt volgens mij best wel snel die bochten. Surprise! Sick! Beat Rami! Alright, kom maar op. Wait, er zit iemand naast mij in de auto? Dat is knus. En dat is Rami. Is een Hot Wheels mobiel. Ik denk dat ik liever deze auto heb dan die van hem. Ik kan me herinneren dat die auto niet fijn reed. In ieder geval niet in Horizon 4? Ja, dit ding rijdt nice, jongen. Zo. Oh boy. Oké, ik moet nog steeds wel remmen, oké? Ik heb hier ook weer die remlijnen die aan staan. En hier heb je niet echt in de gaten hoe snel je soms gaat. Dus dan ga je veel te snel de bocht in. Oh boy. Ik kan die huizen daar aan die bergwand. Ziet het sick uit. Is sowieso wel een mooie map om te zien. Ik kan me herinneren dat ik het ooit eerder over heb gehad. Maar dat het een gemiste kans is dat je deze wegen niet kan gebruiken om een eigen baan mee te maken. Want dit zijn echt de perfecte dingen om gewoon lekker zelf een gekke route te maken. Een beetje zoals GTA. Nogmaals, ik weet ook dat dit geen GTA is. Dit rijdt nooit op dezelfde manier. Maar je hebt zoveel mogelijkheden. Beetje jammer dat dat toch wat anders werkt. En wij rijden tegen Rami, maar we moeten ondertussen ook die tijd verbreken linksboven. Ik weet niet of dat gaat lukken. 2 minuten 30. Die Rami rijdt zo ver achter. Maar die 2 minuten 30, dat... I don't know. We hebben nog zo'n 30 seconden. 35. Ik denk dat we dat net niet gaan redden. Wilde gok. Want ik rijd een beetje voorzichtig. Gewoon rustig. Omdat ik zo ver aanreed. Maar dat is wel een lekker bochtje, hoor. Oh, wacht, we hebben nog tijd over, man. Oké, wat? Well done, my friend. If there is going to be a legend above Mexico. Ik kan me herinneren dat deze dingen juist best wel lastig waren. Maar nu hebben we dus die S2-klasse geunlocked. Misschien ook die auto. Ik hoop het. Want die wil ik eigenlijk wel meer gebruiken. Hij reed wel fijn. Beviel me wel. Let me get this straight. You beat Rami. En nou hebben we inderdaad dus nieuwe S1 events. Maar dit zijn geen... oh, daar komen de races. Kijk, boys.
Jazeker. Hot Wheels documentary, a history of speed. Ah, learn about Hot Wheels from the 2000s to present day. I mean, die kunnen we doen. Geen gek idee. Maar ik denk dat we eerst... Oeh, dat is een flinke baan. Die is wel interessant. Ik denk dat we eerst een normale race doen. En dan misschien afsluiten met zo'n history of Hot Wheels. We zijn ook weer level up. We hebben net trouwens deze auto gekregen, kijk. Misschien dat we hem eerst even gaan upgraden. Kijken of dat, dat festival op de route ligt. Oh, scherpe bocht. Ja, ik kan me nog herinneren dat die map heel erg onduidelijk was. Of in ieder geval de minimap voor de route. En dat valt me nou ook gelijk weer op. Beetje lastig om te zien waar je soms rijdt. Het zijn 9 van de 10 keer op die minimap te letten. Ja, dan moet ik weer die kant op. Jezus. Oh, er is ook een race voor mijn neus. Waarom doe ik die dan gewoon niet? Misschien dat die andere race leuker is, maar... I mean... We zijn hier dan toch. Dan doen we deze wel. Ik ben benieuwd hoe snel je die auto kan maken. Hij heeft nu 600 pk. Hij rijdt snel genoeg, maar... Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik vind het ook een mooie auto. Mooie auto om te zien. Van deze angle lijkt het een beetje op een oude... Batmobile, dit is niet zijn beste angle. Maar van de voorkant. I like it. Very much. Are you winning, son? Win 5 S1 class races. Of S1 class races. Leg de verkeerde klemtoon. Ah, dat moet wel lukken. Dat gaan we niet allemaal in deze video doen, natuurlijk. Ik ga niet 5 races doen. Of beter gezegd 6, want ik wil nog steeds dat andere event ook proberen. En waarom raadt iedereen niet zoveel af? Ik moet zelf bekend dat ik ook veel afrem. En dat bang ik uit de bochten vlieg nou. We moeten dit misschien meer doen, deze banen rijden. Dan raak ik hier weer een beetje aan gewend. Dus je kan over het algemeen behoorlijk snel die bochten nemen. Maar ik ben toch bang dat je van de baan af jeet. En je kan daar gewoon vol gas. Dan gaan ze gewoon in. Hop, hop. Oh boy. Ah! Je moest niet schakelen. Oh shit. Oké. Daar moest ik wel afremmen. Oh mijn god. Ik ben blij dat daar een vangrail zat. Dit ding rijdt nice. Ik ga hem daar gelijk even aanpassen. Misschien nog een ander kleurtje. Kijk, zwart is niet lelijk, maar... Misschien dat mensen wat leuke liveries gemaakt hebben. Volgens mij kan je bij deze banen er ook niet afvliegen, want die zit je aan vast. Dat zijn van die magnetische banen. Kijk dan. Toch gaaf uit, nee. Dit is ook weer iets voor GTA trouwens. Want we hebben het net erover dat... Dat Forza misschien GTA dingen moet doen. Maar we kunnen het ook omdraaien. GTA zou ook dit soort dingen kunnen hebben. Van die gekke schroeven. Want je hebt wel van die rare... ik weet niet meer hoe dat... Dat was volgens mij die Cunning Stunts update destijds. Die had wel ramps en zo, maar volgens mij niet van die schroeven. Dat van die buizen, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee natuurlijk. Dat was ook wel echt een hele vette update. Dat heeft GTA goed gedaan toen. Die Cunning Stunts. Dat gaf zoveel meer mogelijkheden. Voor custom races. Maar dit was een makkelijke race. Stel me niks voor. Dat is ook wel eens leuk voor de verandering. We rijden nou gelijk terug even naar het festival. En we gaan eens kijken wat we met deze auto nou precies kunnen doen. Ik weet ook niet of hier nou die Hot Wheels banden onder liggen. Je zou zeggen van wel... Alleen, normaal gezien hebben die een rode lijn. En die zie ik hier niet. Dus dat is een beetje vreemd. Dus misschien dat die er toch niet op zitten. En ik rijd deze kant op, want hier hebben we nog niet eerder gereden, zie ik. Oh, check trouwens het interieur. Oh, wauw. We zitten rechts. Voor de verandering. Je voelt je echt alsof je in een cocon zit, zo klein. Ik zie een hele hoop dingen voor mij. Oh, ik had die ramp moeten nemen. No! Je mist de kans. Oké, we zijn bij het festival. Ik ben totaal niet gefast-traveled omdat ik helemaal verdwaald was. Totaal niet gebeurd. We gaan snel naar binnen. Ik geloof niet dat we heel veel kunnen doen met deze auto. Maar ik hoop van wel. Dus we gaan toch even kijken. Kan ik hier iets aanpassen? Nu. No. Standaard splitter en de standaard... Zo'n iets anders spoilertje.
Ziet er op zich wel geinig uit. Is niet lelijk. Maar niet heel intens. Belangrijk is, die banden. Hebben wij niet... We hebben niet de Hot Wheels banden. Dus dat maakt deze auto nog een stuk beter. Dat is sick. Au! Daarom lagen die banden er niet onder. Want als ik deze banden doe, gaat hij al over S1 heen. Yikes. Yikes. Dat is zonde. Misschien dat ik wat zou kunnen doen met die gearing. Dat ik het zou aanpassen. Maar jammer dan. Oké, whatever. Maar dat betekent dus dat deze auto een stuk beter kan worden. Als je die banden hebt. En dat is op zich wel interessant. Maar voor nu laten we dat dus gewoon even wat het was. En dan gaan we over naar designs. Hebben mensen van die oude racecar designs? Ja. Dat is sick. Ik weet niet welke ik nou het liefste heb. Want die Rothman is een beetje... Het zou kunnen, misschien een beetje saai. Die Sega is op zich wel geinig. Maar om de een of andere reden... ben ik super geneigd om voor die Greddy te gaan. En ik heb geen idee waarom. Oeh, juist. Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind deze sick. Ja. Je gaat hem zijn. Is toch wat nicer dan gewoon dat zwarte natuurlijk. En die velgen en zo laat ik gewoon erop zitten. Is prima. Car Collection is deze auto waarschijnlijk. Volgens mij de enige auto die we hebben van dit merk. Ik heb nog nooit van dit merk gehoord. Maar we kunnen weer naar buiten. En dan gaan wij dus... Wat gaan we doen? We kunnen misschien nog twee dingetjes doen. Omdat jullie mij zo lief aankijken. En een like achterliet op de video. Wink wink. Dankjewel. Oké. Als eerste gaan we dus nog deze doen. En dan zal ik waarschijnlijk afsluiten met dit. Het is een beetje raar om dat in die volgorde te doen. Aangezien we bij die andere echt letterlijk ernaast zitten. Ik ga toch eerst dit doen. Mocht dit echt veel te lang zijn, dan... We zien het wel gewoon. We zien het wel. Wat is trust eigenlijk voor een merk? Ik weet dat je trust hebt voor headsets en zo, maar dit is gewoon een andere trust. Oké. Okay. Oh shit. Wait, dit ding gaat 400? Oh my god. Ah, dat is natuurlijk ook met die boosters. Want ik heb hem nou dus niet getuned. Want dat kon niet. Vanwege die... afslag. Vanwege dat level. Als ik hem zou tunen, gaan we over dat level heen. Ik had een paar upgrades kunnen doen, maar ik denk, ja... We hebben het ook makkelijk gewonnen, dus. Niet nodig. Dit is een TVR. Ik weet eigenlijk niet wat voor auto's er nog meer allemaal nieuw waren bij deze update. Volgens mij niet heel veel bijzonders. Ik zou straks even kunnen kijken. Dan ga ik het vergeten, dus... Alright. We gaan dus naar deze nieuwe challenge. En dat is recht voor ons. Onder de brug door. Hoppatee. We hebben weer een nieuwe... Een nieuwe road discovered. En een boom. Ik heb hem heel goed bekeken. Alright. Wat is dit? Oh, dit is de laatste. Dit is de laatste challenge die we hier hebben. Oh, wacht. Nee. Als ik deze doe, unlock wij natuurlijk de volgende. Dat is waarschijnlijk hoe het werkt. En dan krijgen we dat ding. De bone shaker. Yep. En weet je wat het ding een beetje is bij deze update? Al deze auto's zouden heel tof zijn. Als we ze nog niet eerder hadden gehad. Maar we hebben ze allemaal al gehad in Horizon 4. Dus het voelt allemaal niet zo nieuw meer. Het voelt een beetje als oude content. En dat is waarschijnlijk het grootste probleem. Want die hele map is gloedje nieuw. Super nice. Maar de voertuigen... We kennen ze al. Dat is waarschijnlijk ook de reden... waarom ik die... hoe heet het ook weer? Horizon Playlist? Volgens mij heet dat zo, hè? Dat ik al die nieuwe auto's ook niet meer unlock. Want de meeste zijn niet nieuw. Ja, ze zijn nieuw voor deze game. Maar we hebben ze allemaal gezien in Horizon 4. Dus ja, het voelt gewoon een beetje alsof ik gewoon weer opnieuw... werk doe voor een auto die ik eigenlijk al heb. Of überhaupt heb gebruikt. 1 minuut 20. We moesten dit doen in 2:20, right? Voor 3 sterren. Volgens mij. Ik heb het idee dat ik niet super snel rijd nou. Ik moet ook zeggen dat deze auto niet fijn rijdt. Vooral vergeleken... Oh, een draak. Vooral vergeleken met die auto die we net hadden. Kon ik zo snel door die bocht heen. Deze kan het volgens mij niet. Ik zie niks. Het is mistig. Ja, dit... dit ding rijdt me geen meter.
Oh boy. Oh no, we zitten op de 2 minuten. En ik kan de finish nog niet eens zien. Oké, dit gaat hem niet worden. In 3 sterren voor ons. Oh, deze bocht zag ik ook niet. Dat werkt. Waarschijnlijk kon ik die bocht niet sneller nemen dan dat. De finish is 2,5 kilometer weg. Huh? Oh, oh nee, dit is bedrog. Dit is een instinker. We moeten hierheen rijden en hier start pas die race, of niet? Dit is een instinker, denk ik. Maybe? Ah, misschien niet. Now, let's shake up that bone shaker a bit, shall we? Ik had wel gelijk. En ik zou haast willen zeggen dat ik deze al eerder wel heb gedaan. Heb ik deze gedaan? Oh, nee. Ik kan me deze plek herinneren, maar toen moesten we volgens mij wat bordjes omrijden. En dit is volgens mij wel een nieuw voertuig. Deze heb ik nog niet eerder gezien. Oh boy. Is wel lachen. Hoe heet het deze? Is het ook een bone shaker? De off-road bone shaker. Ik heb geen idee. Ik weet dat ze continu allemaal aan het babbelen is. Ik weet niet of jullie dat interesseert. Ik hoop het niet, want ik sta er nou lelijk heen te praten. Die moeten wij nou dus halen in onder 2,5 minuut. Ik weet niet of het gaat lukken. Was het daar een tunnel? Ja, ik weet niet of het gaat lukken, want deze auto voelt bijzonder traag. Ik weet niet of ik de enige ben. Nee, dit ding is wel degelijk traag. We pakken deze ramp. Oeh, we gaan de weg op. Oh, oh nee. Ah! Oh my god, dude. I'm stuck! Oké. Overkomt mij dan weer, hè. Als ik dit nou nog kan halen... in 2 minuten 20, dan weet ik het ook niet meer. Dat was naar. Ja, we hebben nog 20 seconden. De finish is nog niet echt in zicht. Ah, het kan snel gaan. We moeten daarheen. 2,2 kilometer. Ja, wat is dit nou? Wat is dit nou? Ziet van de positieve kant. We hebben in ieder geval op zijn minst 1 ster. Ik weet niet of we 2 sterren kunnen halen. Maar, we hebben 1. Yay. Oh! We krijgen ineens een monster truck. Monster truck bone shaker. What? Amazing, right? Climb in and let's do this. Oké. Maar welke moet ik nou doen dan om die 3 sterren te halen? Moet ze allemaal? Oh, deze moeten wij doen in 22. Oh mijn god, al die moeite voor dit? Nou pas begint het event. Oké. Dit is wel vet, though. Not gonna lie. Dat zijn wel leuke challenges. Ik weet niet of we deze eerder hebben gehad, deze monster truck. Hij ziet er anders uit dan die ik eerder heb gebruikt. Oh boy. Ah! Shit! Ah! Ik mis mijn checkpoint. Oh, godzijdank. Oké. Ik hoef niet alles opnieuw te doen. Kijk, als ik die checkpoint mis, dan is er geen hoop meer. Ik kon trouwens gewoon terugspoelen. Ik vergeet dat ik die optie heb. Ik vind het een beetje een nare optie. Maar, whatever. Oké, we gaan het opnieuw proberen. Ik kan het wel proberen om in ieder geval in 2.20 te doen. Het was mooi geweest dat ik die backflips deed. En ik gewoon door kon rijden. Dat zou perfect zijn. Oh, nou. Ga ik gewoon weer bijna dezelfde fout maken. Oké, fine. Checkpoints aan de kop. Een lelijke plek daar, moet ik eerlijk zeggen. Oh boy. Oh boy. Wat? Ik stond naar de sterren te kijken. Oh, ik kan me deze baan nog herinneren. Er is volgens mij een keer een race geweest waar we hier hebben gereden dat dit allemaal ijs was. Daar lijkt me nog iets vaags van herinneren. Rubber tires were discontinued. Over die Hot Wheels auto's. Ik ben maar plastic toolie. Ik moet wel zeggen, die oude Hot Wheels auto's waren op zich wel vet. Ik weet niet of ze nou nog steeds van metaal zijn. Maar ik kan me herinneren dat je vroeger allemaal van die metalen auto's had. Voelt toch wel toffer dan gewoon plastic, right? Plastic voelt gelijk een beetje cheap. Ik heb ook geen idee of we nou een beetje op schema rijden. Want ik voel me weer een mokertje traag. Maar ja, dit is een monster truck. Dus ja, wat wil je dat ik eraan doe? Ik kan hem niet plotseling ineens sneller maken. Ik ben wel blij dat we hebben besloten om deze race eerst te doen. En niet die andere. Want dit zijn letterlijk 3 races in 1. En... oh, no. Oh. Hier is de finish. 6 seconden. 5, 4, 3, 2, 1.
mijn god. Dat is gewoon een moken weinig. Maar ja, we gaan dus nou niet die andere race nog doen, want dit was gewoon meer dan lang genoeg. In ieder geval 3 sterren. Op een nippertje. Hebben we net een Mustang gelokt, stond er volgens mij. Ik kan even kijken welke auto dat is. En dan stoppen we mee. En misschien dat we dit nog even snel afmaken voor die release van die rally expansion. Maar dat ligt aan jullie. Laat even achter in de comments of jullie dat willen zien. Natuurlijk gaan we nog even snel een wheelspin openen. En dan stoppen we mee. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. En vond je het nou leuk, laat er sowieso een likeje achter. Abonneer of meer, klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe!